De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Lof zij u, Christus. In die tijd ging Jezus vandaar weg om zich naar zijn vaderstad te begeven. En zijn leerlingen gingen met hem mee. Toen het Sabbat was, begon hij te onderrichten in de synagoge. De talrijke toehoorders vroegen verbaasd, waar heeft hij dat vandaan? En wat is dat voor een wijsheid die hem geschonken is? En wat zijn dat voor wonderen die zijn handen verrichten? Is dat niet de timmerman, de zoon van Maria, de broeder van Jacobus en Jozef en Judas en Simon? En wonen zijn zusters niet hier bij ons? En zij namen er aanstoot aan. Maar Jezus sprak tot hen, een profeet wordt overal geëerd, behalve in zijn eigen stad, bij zijn verwanten en in zijn eigen kring. Hij kon geen enkel wonder doen, behalve dat hij een klein aantal zieken genas die hij de handen oplegde. Hij stond verwonderd over hun ongeloof. Jezus ging rond door de dorpen in de omtrek waar hij onderricht gaf. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Als het erg goed gaat met de kerk, dan klopt er ergens iets niet. Dat klinkt misschien raar, maar het is waar. Als het goed gaat met de kerk, als het fantastisch zou gaan met de kerk, dan doen we ergens iets niet goed. Want wat is de taak van de kerk? De kerk moet het evangelie verkondigen. De kerk moet Jezus bij de mensen brengen en de mensen bij Jezus, want hij is Gods mens geworden liefde. De kerk moet allereerst zelf het voorbeeld geven en vervolgens ook mensen oproepen om die liefde van God vlees en bloed te doen worden in deze wereld, heel concreet in ieders eigen bestaan. En dat doet de kerk ook. Dat probeert ze minstens naar best vermogen. Maar bij die verkondiging van het evangelie hoort ook die profetische taak van Jezus. Profeten verkondigen inderdaad Gods nabijheid, maar kaarten ook alles aan wat niet op God of medemens gericht is. En daar roepen ze op tot bekering en verandering. Jezus, laat je geen rust. Hij is er en hij houdt je vast, maar hij vraagt je ook consequent en constant om je te verbeteren, je te bekeren en te groeien in geloof. En als Jezus dat doet, en dat doet hij doorlopend, dan geldt dat voor zijn kerk natuurlijk niet anders. Dus als het al te goed gaat met de kerk en ze de mensen met rust laat of doet geloven dat de wereld wel goed is, zo niets meer aan doen, gewoon zo laten, dan doen we ergens iets helemaal fout. Zelfs al zouden we ons eigen leven en het samenleven helemaal op orde hebben hier, maar ga er maar eens vanuit dat ons dat voorlopig niet gaat lukken nog, dan nog moet het ons aangaan als er ergens waar ook ter wereld pijn, lijden, oorlog, ruzie of verdriet is. De kerk moet altijd en moet altijd een heilige onrust wakker houden, omdat God niet rust voor de wereld bij hem is. Een profeet van Gods wegen is daarom per definitie een teken van tegenspraak. Zo gold het de profeet Ezechiël die we bij dit evangelie in de eerste lezing horen. Tegen wie God zelf zegt dat hij hem naar dat hardnekkige en nukkige volk stuurt, maar dat hij moet volhouden en niet mag opgeven. En dat gold Jezus in het evangelie van zojuist als hij in zijn eigen vaderstad komt. Raar is dat, merkwaardig. We hebben weken op rij gehoord dat Jezus grote tekenen en daden verrichtte en iedere keer eindigde het ermee dat mensen in hem gingen geloven. Maar hier stuit Jezus op een muur van ongeloof. En als dat zo is, een muur van ongeloof, dan kan zelfs Jezus niks, want hij wil zich nooit opdringen.
Trouwens, soms zeggen mensen wel eens dat de apostelen en de mensen in Jezus' tijd het veel gemakkelijker hebben om te geloven, want ze zaten er met de neus bovenop. Nou, het evangelie van vandaag vertelt ons mooi niet dus. Geloven moet je doen, toen en nu. Maar wat zou nou eigenlijk het probleem zijn van die mensen? Een tijdje geleden was er een doopsel. Hele mooie sfeer, allemaal oprechte mensen. Oma, ook met de beste bedoelingen, denk ik althans, had een eigen gedichtje gemaakt voor de kleine. En dat kwam er eigenlijk op neer dat ze wenste en bad dat Jezus er altijd voor die kleine zou zijn, zeker ook als die het moeilijk had. Dat Jezus dan zou helpen. En dat Jezus en Maria zouden luisteren als er voor of door die kleine een kaars werd opgestoken. Het was heel oprecht. En het kan en het mag allemaal. Maar dat is toch ook maar de helft van ons geloof? Jezus wil heel persoonlijk een relatie met ons aangaan. Maar een relatie, daar moet je toch echt voor met z'n tweeën zijn. Het hangt er ook vanaf wat wij op onze beurt in die relatie inbrengen. Gedoopt worden is inderdaad kind van God worden en mogen rekenen op Gods zegen. Maar het is tegelijkertijd ook christen worden. De weg van Jezus gaan. Niet alleen als het moeilijk is en als er anders toch niks meer helpt, maar als levenshouding. Gewoon altijd. Een collega maakte me niet zo lang geleden erop attent dat in ons dialect soms heel wat medeklinkers en zelfs halve woorden wegvallen. In bepaalde streken van Limburg is zegenen zijne geworden. Daar ontbreekt een lettergreep. Maar met zegenen is het eigenlijk hetzelfde als met dat dopen. We vragen God zegen, maar tegelijkertijd bidden we ook en nemen we ons heilig voor om Gods wegen te gaan. Als ik zegen vraag over een conflict, moet ik ook bereid zijn zelf alles te geven om er ook uit te komen. Als ik een kaars opsteek voor mijn proefwerk, moet ik ook mijn stinkende best doen bij het studeren. Als ik bid om dit of dat, moet ik er zelf ook alles aan doen om het waar te maken. Als ik achteroverleun en wacht op God alleen, dat werkt niet. En hoeveel raken dan niet teleurgesteld als die zegen of die kaars zo blijkbaar toch niet blijkt te werken. Als Jezus de storm stilt en de angst wegneemt, zoals een paar weken geleden, als Jezus zieken geneest en een meisje terugroept uit de dood, zoals vorige week, als Jezus de autoriteiten tot de orde roept in het groot onrecht aan de kaak stelt, dan is hij onze man. Maar als Jezus moeilijk preekt en het over ons heeft, dan haken we af. Minstens gold dat voor de mensen in zijn vaderstad. Zij hadden zich de Messias anders voorgesteld. Machtig, hoog te paard, de wonderdoener die ziekte wegpoetst en de wereld op zijn kop zet, de sponsor die alle problemen met een zak duiten betaalt. Ze hadden zich Jezus anders voorgesteld. Ze hadden zich het geloof anders voorgesteld. Ze zaten in ieder geval niet te wachten op een geloof dat het eerst en vooral moest hebben van het gewone en het alledaagse. Terwijl God nu juist daar op uit is, dat we in het gewone leven van alle dag, met alle ambities die daar ook bij horen, maar dat we eerst en vooral ons gewone leven en ons dagelijkse samenleven in Gods naam zouden laten zegenen en heiligen. En dat we er zelf ook ondertussen alles aan zouden doen. Het is in dat gewone kleine leven van u en mij dat God wil wonen. Daar wil hij zijn. Het zit er bij die mensen in zijn vaderstaat nou juist in dat ze hem nou juist daar, in dat gewone leven, het liefst op verre afstand houden. Wij komen pas echt tot geloof als we in dat gewone dagelijkse leven er altijd en doorlopend bij alles rekening mee houden dat het mogelijk God incognito is die een beroep doet op ons daar. Nou ja, incognito,
Misschien presenteert God zich daar inderdaad heel anders dan dat wij ons dat zelf zo gedacht en gedroomd hadden. Anders dan onze vooringenomenheid. Maar anderzijds, hij heeft het ons toch zelf gezegd dat hij daar bij ons is. Al is het onverwacht anders. De Heer is er. Maar hij hoopt dat wij er ook voor hem zouden zijn en dat hij bij ons binnen mag. En dan hoopt hij ook nog eens dat wij vervolgens hem laten zien, heel concreet, in ons eigen, gewone, dagelijkse leven.